Goedemorgen allemaal. Vandaag is het wafeldag. Wafeldag. Ken je die? Die warme wafels met vanille-ijs of slagroom. Oh, lekker hoor. Wat ik dan helemaal lekker vind, vind ik die Luikse wafels. Er zitten ook nog stukken suiker in. Ja, ik weet het is helemaal niet gezond en helemaal niet goed, maar lekker. Oh. Nou, zullen we zo'n wafel gaan tekenen? Doe je mee? Ja, wafeldag. Nou, dat is lekker. Een wafel. Ja, hoe teken je nou zo'n wafel? Ik vind dat altijd wel erg lekker, een wafel. Wel lang geleden trouwens, dat ik een wafel op heb. Nou, je hebt die een beetje vierkante wafels. Natuurlijk. Ik zit even zelf te zoeken hoe ik dat nou het beste kan tekenen. Want... ja, een wafel is eigenlijk zo'n, je hebt van die vierkantjes, hè, zo. Ja, nou is, vraag ik me af of dit wel, misschien had ik eerst die vierkantjes moeten tekenen. Of zien jullie nu wel dat het een wafel is? Ja, nou, het is een wafel. Maar... een beetje diepte erin. En die, Nou, dit is niet mijn beste wafel, hoor. Zo. Ja, je hebt ze natuurlijk ook wel rond. Het is toch een beetje lastig, zo'n wafel, vind ik, hoor. Ook daar moet dat ruitje in zitten, natuurlijk. Ja, nou. Ik weet niet of dit mijn beste wafels zijn. Maar ik denk dat je ze ook gewoon beter kan opeten in plaats van tekenen. Toch? Nou heb ik ooit wel eens wafels getekend voor een bord. Wat aan de straat moest. Maar die zagen er toch wel beter uit. Dat deed ik ook niet met stift, hoor. Dat was... veel beter uitgewerkte wafels. Nou, in ieder geval, koop eens een wafel en denk dan eens eventjes, hoe ziet die eruit? En probeer dat gewoon eens na te tekenen. Het is een kwestie van observeren. Hè? Heel veel dingen is het gewoon echt een kwestie van goed kijken, hoe ziet dat eruit en hoe is dat opgebouwd. Ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!